Goedemorgen allemaal, 9:40 uur, exact op tijd. Welkom bij deze sessie van Tanker naar Speedboot, over hoe je van je medewerkers de motor van innovatie kan maken binnen jouw organisatie. Even mezelf voorstellen. Ik ben Pieter Daalman, zaakvoerder van Bedenk. Mijn expertise, of onze expertise, ligt binnen participatieve innovatiecultuur of medewerkergedreven innovatie. En we zijn ervan overtuigd dat je, dat voor veel van de uitdagingen waar organisaties voor staan, de meeste misschien wel zelfs, dat de oplossing daarvoor ligt aan de binnenkant van de organisatie, namelijk bij de medewerkers. Ik heb daar ook een boek over geschreven, van Tanker naar Speedboot, niet voor niks. Hetgeen wat ik vandaag ga vertellen, komt voor een stuk hieruit. En stel dat je dit interesseert, dan geef ik op het einde van de sessie ook 5 exemplaren weg. Dus blijf zeker hangen. Goed, laat ons erin vliegen. Het is misschien een beetje een open deur. Er is vandaag, de voorbije dagen, heel veel gepraat over innovatie. En iedereen voelt het wel. We zitten in het tijdperk van de innovatievloedgolf, de innovatie-explosie. Ik vind die metafoor van die vloedgolf wel een goeie, omdat het keer op keer op keer komt. Het is niet maar één keer dat het passeert, maar eigenlijk leven we in een omgeving die permanent in een versnelling is en een verandering is. En uiteraard, zowel voor organisaties, voor individuen, voor managers, vergt dat nieuwe vaardigheden. Dat omgaan met die VUCA-wereld, met die ambiguïteit, met snelle verandering, dat eist dingen van ons en verwacht dingen van ons die we vroeger niet nodig hadden. En die we dus nieuw moeten leren. Nu, zou het niet geweldig zijn als we die creativiteit en die innovatie die we nodig hebben om te overleven in zo'n snel veranderende omgeving, als we die even goed zouden kunnen managen als we dat met onze dagelijkse werking doen? Onze operations, dat is perfect gefine-tuned doorheen de jaren. Wel, dat stuk creativiteit en innovatie, daar merken wij, is dat nog niet even goed gefine-tuned. En ik ga jullie vandaag een stukje van die sluier oplichten aan de hand van 3 veel voorkomende misvattingen over creativiteit en innovatie. Nou. En laat ons beginnen bij de eerste. De eerste misvatting gaat over dat ideeën zouden moeten ontstaan bij de lone innovator, zoals het dan heet. Die eenzame medewerker die braaf achter zijn computer van zijn bureau zit en terwijl hij aan het werken is, plotseling een geniale ingeving krijgt. En ja, dat bestaat. Die eureka, die bestaat. Het enige probleem daarmee is dat een moeilijk aan te sturen proces is. En bovendien, stel dat je van je organisatie echt een heel fluïde, innovatieve organisatie wil maken, want dan is dat proces van die eenzame eureka's heel moeilijk aan te sturen en te managen. Nou, dus laten we eens een keer kijken waar het dan wel gebeurt. Wel, omdat we merkten dat er eigenlijk wel heel veel kennis voorhanden is, maar dat die nog niet echt heel goed gestructureerd is en ingeburgerd, merken we ook dat voor veel managers het moeilijk is om tussen de bos en bomen nog te zien. Wat moeten ze nu geloven en wat moeten ze nu doen? Wat is er nu echt wetenschappelijk onderbouwd en wat is er minder wetenschappelijk onderbouwd, om het heel voorzichtig te zeggen. Er wordt heel wat zinnige dingen verteld over innovatie en creativiteit, maar voor alles wat er zinnig wordt verteld, wordt er evenveel bullshit uitgekraamd. Excuseer het woordgebruik. Vandaar dat we een paar jaar geleden begonnen zijn met onderzoekers van de Universiteit van Gent, van Erasmus in Brussel en van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen, om te gaan kijken naar, oké, wat zijn nu echt de elementen waarvan we 100% zeker zijn, die nu echt duidelijk keer op keer zijn aangetoond, evidence-based, peer-reviewed, die een positieve impact hebben op creativiteit en innovatie en innovatiecultuur binnen jouw organisatie. We hebben er uiteindelijk 68 van die parameters gedefinieerd en die hebben we in een model gegoten, namelijk
het CROMAX-model. Je ziet het daar staan. De creatieve organisatiematrix. En we hebben ons daarbij, zoals je ziet, gefocust voornamelijk op de front-end van innovatie, zoals dat dan heet. Die, het begin waar de ideeën zouden moeten ontstaan. Dat betekent niet dat we dat het belangrijkste stuk van een hele innovatieproces vinden, of het enige stuk, nee. Je hebt ook bijvoorbeeld een innovatiefunnel als je daarmee zou moeten werken, of mee willen werken. Je hebt de implementatie die heel belangrijk is en eventueel nadien heb je nog continuous improvement. Maar we hebben ons gefocust op die front-end omdat de reflexen en de attitudes die je moet hebben in de front-end het meest verschillen van wat wij gewend zijn in onze dagdagelijkse operations. En als je met reflexen uit die dagdagelijkse operations aan creativiteit en innovatie gaat doen, dan loopt het dus fout. Dat zijn twee heel erg verschillende werelden met hun eigen set van regels. En omdat 68 parameters, dat is natuurlijk veel te veel, om dat een beetje behapbaar te maken, hebben we dat in een framework gegoten. Een framework met twee assen. En de eerste as is die van de drie niveaus binnen de organisatie. Nu, dat is een vrij klassieke benadering. Hè. Als je aan cultuur of als je change wil doen binnen je organisatie, dan ga je moeten op individueel niveau werken, je moet op teamniveau werken en je moet op leiderschap of organisatieniveau werken. Dat is op zich niet zo vernieuwend. Wat wel onmiddellijk opviel wanneer we die onderzoeken door aan het nemen waren, is dat wanneer je creativiteit en innovatie structureel wil aanpakken binnen je organisatie, dan moet je dus niet op individueel niveau gaan focussen. Ja, als daar ideeën komen, dan moet je die kunnen capteren en dan moet je daar wat mee doen. En absoluut. Maar het zwaartepunt moet liggen op het teamniveau. Daar waar intelligente mensen met kennis van zaken samenkomen rondom een bepaald vraagstuk en daar op een heel mature manier kennis gaan delen, met elkaar in debat gaan en zo samen tot oplossingen komen. Het zwaartepunt voor innovatie ligt niet op individueel niveau, maar op teamniveau. Voilà. Los daarvan betekent dat niet dat er op individueel niveau niks te doen is. Hè? Want die teams die worden natuurlijk samengesteld uit individuen. En daar wil ik toch ook even iets door prikken. En er wordt wel eens goed bedoeld gezegd, iedereen is creatief. En ja, tot op zekere hoogte klopt dat ook. Maar het is wel genuanceerd. Niet iedereen is namelijk even creatief of op dezelfde manier creatief. En dan heb ik het uiteraard over business creativity in deze context. We zijn niet bezig over artistieke creativiteit. Dat is een ander vakgebied. In business creativity weten we, kunnen dat voor een stuk meten, dat niet iedereen even creatief is. Er zijn namelijk twee grote stukken aan dat in die individuele creativiteit. Namelijk, langs de ene kant heb je de eigenschappen, de traits, zeg maar. En dat is een stuk aangeboren. Er zijn er een heel pak, ik geef er u hier een paar mee, waarvan de openheid voor nieuwe ervaringen, de mate waarin jij open staat om nieuwe dingen te beleven of te proberen, eigenlijk de belangrijkste is. Maar je ziet er daar nog een hele pak. En daar ben je mee geboren. Dat heb je meegekregen van vader en moeder. Dat is wat het is, ongeveer voor de rest van je leven. Betekent dat dat als je daar weinig van gekregen hebt, dat je dat nooit zal kunnen? Nee, helemaal niet. Wanneer je dat weet en je kiest er bewust voor om daar toch op in te zetten, dan kan je die dingen ook goed doen. Maar het zal je altijd meer moeite en energie kosten. Het zal minder jouw automatische go-to zijn. Dat heeft als belangrijk voordeel, dit inzicht, dat je bijvoorbeeld vanuit HR mensen kan gaan testen op creatieve aanleg en hun eigenschappen. Wanneer je als organisatie beslist, wij willen meer naar die fluïde organisatie waar innovatie bottom-up ontstaat, wel, dan zal je mensen nodig hebben die dit soort eigenschappen hebben. En kan je daar dus ook op gaan meten en dus selecteren. Niet alle organisaties kunnen dat onmiddellijk. Je zit vaak met dat human capital dat er al is en dat vaak in het verleden met een andere focus geselecteerd is en andere kwaliteiten heeft dan deze. Is dat dan een lost case? Nee. Maar dat zal wel weer meer inspanning vragen.
Bijvoorbeeld, bij die openheid voor nieuwe ervaringen zou je bijvoorbeeld een campagne kunnen voeren om mensen die dat minder hebben, toch wat meer te gaan stimuleren. We hebben zo'n heel leuke campagne gedaan waar we, in analogie met een maand niet drinken of een maand geen vlees eten, de medewerkers hebben opgeroepen om elke dag een maand lang iets nieuws te doen. Iets dat ze nog nooit eerder hadden gedaan. Een heel spannende maand was dat. En er is dan een interne Facebookgroep voor opgericht, waar al die ervaringen ook gedeeld werden. Eigenlijk werkte dat heel erg leuk. En op die manier kan je mensen daar toch wat in gaan stimuleren. Voilà. Dat wat de eigenschappen betreft, maar dat is niet het enige kant van het verhaal bij individuele creativiteit, want je hebt ook nog vaardigheden nodig. En die creatieve vaardigheden, dat is een ander stuk, die kan je dan weer wel trainen. En er zijn er daar een heleboel van gedefinieerd. We hebben daar de 5 belangrijkste van geselecteerd. Je ziet ze hier, je oordeel uitstellen, denken in alternatieven, dus een beetje divergeren, nieuwe verbindingen maken of associëren. Beter observeren, een stapje terug kunnen nemen en hetgeen wat je kent op een nieuwe manier bekijken. En je verbeeldingskracht of je fantasie kan je gaan trainen. En dit soort dingen kan je trainen. Heel belangrijk is om te weten dat vaardigheden kan je niet op een trainingje van 1 dag leren. Wat we daar doorgaans doen is, we weten dat je ongeveer 4 tot 6 weken bezig moet zijn met zo'n vaardigheid voor je die echt verwerft en verankert als nieuw gedrag. Dus wat we daar doorgaans doen en voorstellen is, ja, je start met een training van een dag bijvoorbeeld bij zo'n mensen, met zo'n team, en vervolgens geef je ze een trainingsschema mee waarmee ze een maand lang of 6 weken lang hun vaardigheden kunnen trainen, en vervolgens doe je een soort terugkomdag en dan zal je zien dat inderdaad in die periode de vaardigheden van die mensen, de creatieve vaardigheden, enorm geëvolueerd zijn. En dat dus de kwaliteit, hun output, wanneer er gevraagd wordt om creativiteit, om innovatieve ideeën, dat die zal gestegen zijn. Je kan dus wel degelijk wat doen op individueel niveau. Maar zoals ik zei, het zwaartepunt zal op teamniveau liggen. En wat moet je dan doen om goede, creatieve, innovatieve teams samen te stellen? Wel, eerst en vooral ga je kijken naar inderdaad die samenstelling van die teams. En belangrijk is dat je diverse teams gaat samenstellen. Het liefst een beetje cross-functioneel. Omdat die mensen natuurlijk met elkaar in dialoog moeten gaan. En die dialoog wordt een pak interessanter wanneer je allemaal mensen hebt die net een ander stukje van de puzzel rondom dat vraagstuk met zich meedragen. Als je allemaal mensen hebt met dezelfde opleiding, die al jarenlang in datzelfde team zitten en dezelfde taak uitvoeren, dan is de kans dat die elkaar nog iets nieuws te vertellen hebben en elkaar gaan verrassen vrij klein. Belangrijk ook is dat je bij die diversiteit vooral gaat focussen op de kennisdiversiteit. Diversiteit heeft natuurlijk vele betekenissen en men denkt daar automatisch aan. Bijvoorbeeld genderdiversiteit, verschillende leeftijdscategorieën samenzetten, zitten rassen, etniciteiten, religies. Daar gaat het niet over. Dat is een next step die je kan doen, maar in eerste instantie gaat het over kennisdiversiteit. Ja? Stel dat je iets wil doen aan de maaltijden binnen jouw zorgorganisatie. En je stelt daar zo'n tijdelijk pop-up innovatieteam voor samen, wel, dan is het uiteraard interessant dat je de mensen uit de keuken daarbij betrekt. En dat je daar een diëtiste bij zet, dat is uiteraard al interessant. Maar het is misschien even interessant om een kok uit een restaurant of uit een externe groot keuken erbij te halen. Of misschien zelfs een boer erbij te halen, et cetera, et cetera. Ja? Allemaal mensen die een bepaald inzicht hebben op het onderwerp, die dus kennis meedragen, maar liefst zo divers mogelijk. Goed. Binnen zo'n teams moet dus gepraat worden over innovatie. En dan is het heel belangrijk om te weten dat wanneer we het hebben over creativiteit en innovatie, creativiteit gaat altijd over nieuwe dingen. Dingen die nog nooit eerder op die manier of in deze context zo gebeurd zijn. Nu, nieuwe dingen doen,
Dat betekent altijd dat je meer onzekerheid hebt in die situatie. En onzekerheid is binnen een business context altijd riskant. Je steekt een stuk je nek uit. Je weet niet of de ideeën die jij oppert zullen werken of niet. Of die gaan falen of niet. Of men jou daar eventueel achteraf afrekent of niet. Dus binnen zo'n team is het allerbelangrijkste om op te werken de psychologische veiligheid. Onderzoek toont aan dat samen een duidelijke visie hebben en vervolgens de psychologische veiligheid om ook risicovolle nieuwe ideeën te kunnen poneren zonder daar achteraf op afgerekend te worden, het meest elementaire is om te doen binnen zo'n organisatie. En je kent het misschien al, het meest beruchte voorbeeld daarvan is die ja-maar, dat oordeel uitstellen. Hoe vernieuwender een idee is, hoe minder geprobeerd het is, hoe meer grenzen het doorbreekt, hoe groter de kans is dat de mensen binnen dat team vervolgens een ja maar, een reactie gaan hebben, een stukje vanuit angst. Ja maar, dat kan niet. Ja maar, we hebben dat al gedaan. Ja maar, we hebben dat nog nooit gedaan. Ja maar, wat gaat de klant daarvan denken? Ja maar, wat gaat de baas daarvan denken? He? Dat is de initiële reactie. En dat heeft als een desastreus effect dat één, dat idee volledig vernietigd wordt. Maar twee, dat de motivatie van de persoon van wie dat idee was, ook keldert. De beste manier om zo'n workshop of zo'n sessie of zo'n team te laten stoppen met creatief zijn, is om daar ja maar in te gooien. Dus aan de ene kant moet je ervoor zorgen dat er geen oordeel meer geveld wordt, dat het zo veilig is dat iedereen alles durft zeggen in zo'n team en in zo'n sessie. En dan kom je in de next level, dan kom je naar maturiteit. Eén keer ze die ja maar kunnen uitstellen, dan moet je ze terug leren ruzie maken. En uiteraard is dat een beetje een brutale. Je moet ze niet echt leren ruzie maken, maar wat je wil doen is vervolgens die veiligheid zodanig doortrekken dat op een gegeven moment mensen elkaar ook durven challengen wanneer ze het niet met elkaar eens zijn. Dat heeft wel als voorwaarde dat het eerste ja maar, dat het eerst veilig genoeg is om al die ideeën te durven genereren. En dan, als je dat hebt gecreëerd, dan kan je een matuurder team creëren die ook durven zeggen wanneer ze iets niet zo goed vinden. De creative abrasion noemt dat ook wel eens. Het moet een beetje schuren om het achteraf te laten blinken. Zonder dat je daarbij de veiligheid verliest. En dat vergt een zekere mate van maturiteit in de manier waarop je communiceert met elkaar en over elkaars ideeën. Heel belangrijk. Teamniveau. Inzetten op diverse teams en die teams op de juiste manier leren communiceren. En zo komen we bij misvatting nummer 2. Voor ik verder ga trouwens, stel dat jullie vragen hebben, zet die even in de chat. Dan kom ik er op het einde vanzelf bij en dan zal ik ze dan beantwoorden. Misvatting 2. Ideeën voor innovatie, die moeten vanzelf komen. Opnieuw. Denk aan die eureka. Je hebt dat allemaal wel eens meegemaakt. Je zat gewoon iets te doen. Je was niet met het onderwerp bezig. En plotseling, een bliksemschicht uit de lucht, kwam dat helemaal afgewerkt idee binnen in jouw brein. Je hebt dat allemaal meegemaakt. En dus denken mensen, dat is hoe creativiteit werkt en hoort te werken. Ja en nee. Het kan zijn dat je toevallig tot dat soort eureka's komt, maar opnieuw, dat is een heel moeilijk te managen proces. Het is wel degelijk een proces, zij het een onbewust proces. Het is heel moeilijk te managen en aan te sturen. Opnieuw, als je dit binnen een organisatie op een gestructureerde manier wil aanpakken, dan kan je niet zitten wachten tot jouw medewerkers vanzelf een keer een ideetje hebben. Dan heb je een tool en een proces nodig, dat ervoor zal zorgen dat jij elke keer opnieuw, wanneer jij creativiteit en innovatie nodig hebt, dat je dat kan inzetten en dat met een grote mate van waarschijnlijkheid, want het is altijd een stukje experiment, dat je daar een bruikbare, innovatieve oplossing uit krijgt. Nu, zo komen we bij de tweede as van ons model terecht. En dat is de horizontale as. En die
bespreek de drie fases die je in die frontend hebt. Namelijk, in eerste instantie moet je jezelf oriënteren, duidelijk weten wie zijn wij als organisatie, wat is het probleem dat we willen oplossen en waar willen we naartoe. Pas als je dat goed hebt gedaan, dan kan je beginnen nadenken over ideeën en oplossingen. En als je die hebt bedacht, dan moet je nog binnen je organisatie gaan zoeken naar medestanders. Jullie als team of als individu kan dit een leuk idee vinden. Maar als je geen medestanders weet te overtuigen, mensen die ja zeggen en die daar bijvoorbeeld ook budgetten naast zetten, dan gaat dat idee er niet geraken. Dit zijn de drie fases van in de front-end. En als je die twee assen vervolgens samenlegt, dan krijg je dat Cromax-model met vrij eenvoudig 9 vakken. Daarachter zitten dus die 68 parameters, maar het is vrij eenvoudig 9 vakken. En dan zie je, onze focus ligt op teamniveau, en dat we gaan daar dus een innovatieproces installeren dat wij kunnen inzetten wanneer wij dat nodig hebben. Nu, het meest gekende innovatieproces, of proces dat tot creativiteit zou moeten leiden, is ongetwijfeld de brainstorm. Ieder van jullie heeft wel al eens gebrainstormd. Althans, zo werd het genoemd. Maar ik moet ook daar iets over zeggen. Wat de meeste mensen brainstormen noemen, is helemaal geen brainstorm. Als we denken aan brainstorm, dan gaat het vaak over wat mensen die in een vergaderzaal een half uurtje wat ideetjes door elkaar roepen en met post-itjes plakken. En dat is het dan. En dat is het niet, geloof me. Dat is hooguit één stapje uit de brainstorm en meestal dan nog slecht uitgevoerd. Hoe moet het dan wel? Wel, ideeën bedenken is een gefaseerd en gestructureerd proces. Dat klinkt misschien contradictorisch, want we hebben het gevoel dat creativiteit dat iets organisch is. Maar zelfs wanneer die ideeën vanzelf komen, is dat ook in ons brein een, zij het onbewust, gestructureerd proces. En ik heb het hier in de meest eenvoudige vorm even voor jullie uitgetekend. Uiteraard, er bestaan veel complexere methodologieën. En in de realiteit zal het vaak ook wel wat complexer zijn, maar in zijn meest eenvoudige vorm zijn het minstens deze 4 stappen. Namelijk, ten eerste, je bent op zoek naar oplossingen voor een uitdaging, een opportuniteit, een probleem. Dus het eerste wat je moet doen, is kijken naar de vraag. Hebben we wel exact de juiste vraag? Hebben we alle kennis die nodig is? Weten we wat het probleem is? Weten we wat voor type oplossingen wij zoeken? En aan welke randcriteria moeten die dan voldoen? Data. Een vrij analytische fase. En heel belangrijk, want uiteraard, je kan op het einde van de rit nooit de juiste antwoorden vinden als je in het begin van het proces niet de exact juiste vraag hebt gesteld. Dat lijkt voor de hand liggend, maar ik verzeker je, dat wordt heel vaak veel te makkelijk van voorbij gegaan. Vervolgens, als je de juiste vraag hebt gesteld, dan kan je ideeën gaan bedenken. Divergeren. Hè? Veel ideeën. Tientallen, honderden, in onze sessies soms meer dan 1000 in één dag. En je divergeert zonder oordeel te geven. Je zegt geen ja maar, alle ideeën die geopperd worden zijn oké. Okay. Hoe meer ideeën, hoe beter. Dat is het doel tijdens een divergentie. Pas als je dat gedaan hebt, stop je met divergeren en switch je naar de convergentie. En dan ga je in de convergentie vanuit die veelheid van ideeën die je bedacht hebt, de beste selecteren, die verder uitwerken tot een werkbaar concept. En als je dat gedaan hebt, dan moet je nog promotie doen, hè? Activeren. Zorgen dat je de juiste stakeholders gaat beïnvloeden, dat je de risico's analyseert, dat je een duidelijk plan hebt en vervolgens ook dat je je idee op een wervende manier bij de juiste mensen kan gaan verkopen, zodat het gerealiseerd kan worden. In zijn meest eenvoudige vorm is dit het brainstormproces. Dus als je alleen maar door elkaar zit te roepen tijdens een meeting, dan ben je hooguit aan het divergeren en dan nog zelfs niet op een juiste manier. Dus doe dat nooit meer, dat is eigenlijk tijdverlies. Als je wil brainstormen, doe minstens dit. En als we dan dat innovatieproces gaan enten op
Ons Chromax-model, dat hebben we de voorbije jaren zeer extensief mee geëxperimenteerd, dan krijg je dit type proces bijvoorbeeld. Hè. De dingen die we gebruiken voor dingen die wat groter zijn dan een brainstorm. Hè. Denk aan innovatiebootcamps, hackathons, design sprints, al dat soort spullen. Die hebben we nu geënt op de inzichten uit het Chromax-model. En de manier waarop wij dat nu aanpakken, die ondertussen zeer succesvol is, als we werken volgens deze aanpak, weten we dat 60-80% van de gepresenteerde ideeën groen licht krijgen om de innovatiefunnel in te gaan. Dat is toch al dat is een gigantisch hoog percentage. Hoe doen we dat dan? Wel, ik overloop even de stapjes. We beginnen altijd met een innovatieopdracht, workshop, met het bevoegde managementteam. Ja, afhankelijk van op welk niveau die beslissing genomen wordt, daar met die mensen, de mensen die uiteindelijk moeten beslissen, stellen we de innovatieopdracht samen. Dat we heel duidelijk gaan definiëren wat is het probleemgebied of het opportuniteitsgebied. Hè. Wat willen we oplossen? Wat voor type oplossingen willen we? Wat zijn de randcriteria? Voor wie moet het werken? Wat is de duur? Wat mag het eventueel kosten? Etcetera, etcetera. Hoe beter je dat kan definiëren, hoe groter de kans is dat je op het einde van de rit een antwoord krijgt waar je ook echt iets mee kan. Met die innovatieopdracht gaan we de organisatie in. En stellen we een tijdelijk pop-up innovatieteam samen. Meestal cross-functioneel, liefst vanuit verschillende departementen, omdat je op die manier automatisch ook meer draagvlak gaat creëren voor de ideeën die eruit komen, maar ook omdat je op die manier kennis vanuit verschillende departementen in zo'n team gaat steken. Zo'n team gaat vervolgens die innovatieopdracht bestuderen en bekijken van oké, welke kennis hebben we al en moet er eventueel research gedaan. Indien dat nodig is, dan is het, hebben wij gemerkt, ideaal om die mensen zelf die research te laten doen, in plaats van dat uit te besteden aan anderen. Wanneer ze zelf die research doen, verwerven ze die kennis veel beter en begrijpen ze dat veel dieper. Eventueel kunnen we hen in die tussentijd ook trainen in die individuele creativiteit, zodat ze, wanneer we echt aan het innovatieproject beginnen, dat hun creatieve molen hier van boven ook optimaal werkt. Ja? En dan beginnen we aan het innovatieproject. En bijvoorbeeld zo'n innovatiebootcamp, dan zit daar een meerdaagse offsite tussen, waar we eerst gaan divergeren, dan gaan convergeren, business cases uitwerken. En op het einde van de rit worden die business cases vervolgens gepresenteerd aan het managementteam dat initieel die innovatieopdracht heeft opgesteld. En ook dat managementteam begeleiden we dan om op de juiste manier beslissingen te nemen. Want ook dat is niet zo heel eenvoudig. Nu, als je dat op deze manier aanpakt, zoals ik zei, is de kans 60-80% van de ideeën die een groen licht krijgen. En verder nog, omdat de kwaliteit van de ideeën zo hoog is op dit punt, merken we dat ook op het einde van de innovatiefunnel opnieuw 60-80% van de ideeën die de innovatiefunnel ingeraakt zijn, succesvol geïmplementeerd worden. Dat is een bijzonder hoog slaagpercentage. Voilà. En zo komen we bij misvatting 3. Namelijk creativiteit en innovatie, dat valt niet te managen. Dat is die chaos daarvan voor en dat is niet managebaar. En uiteraard klopt dat niet. Je hoort dan al een heel mijn discours. Jawel, dat is te managen. Alleen was die kennis over hoe je dat moet managen tot voor kort onvoldoende aanwezig. En daar hebben we dus op willen inspelen. En ik wil jullie deze quote van Sir Ken Robinson, jammer genoeg dit jaar overleden, toch nog even meegeven. Ook Ken Robinson heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar creatief leiderschap. En ik vond dit het belangrijkste stuk uit zijn analyse. Hij zegt van, kijk, de rol van die creatieve leider is niet om alle ideeën te bedenken. Het gaat niet om jij die met ideeën komt. Jouw taak als leider is om een cultuur te creëren waarin iedereen, al jouw medewerkers, ideeën kunnen lanceren. En dat ze daar ook het gevoel van hebben van, oké, daar wordt iets mee gedaan, er wordt naar ons geluisterd. En dat wordt gewaardeerd als we dat doen.
dat is jouw rol als leider. Ja, ik weet het, leiders kunnen ook goede ideeën hebben, maar het is nog veel belangrijker dat je je mensen daartoe kunt bewegen. En dat doe je niet door zelf je eigen ideeën naar voren te schuiven. Integendeel. En binnen dat Promax-model is er dus ook een hele laag rondom dat leidinggeven. Je ziet hier nu de drie syntheses van die blokjes, maar er zitten natuurlijk veel meer elementen achter. Het eerste wat ze moeten doen is richting geven. Vervolgens moeten ze creativiteit gaan stimuleren. Dat gaat niet vanzelf. En tenslotte moeten ze ervoor zorgen dat ze toekomstgericht beslissen. Opnieuw zit er daar vaak een misverstand. Hè. Wanneer men creativiteit wil stimuleren, dan denkt men vaak, we moeten onze mensen volledige vrijheid geven. Hè. En dat klopt niet. Ik ga jullie dadelijk aantonen. Stel dat je zegt van, Marcus, kom maar met ideeën. Het maakt niet uit waar ze over gaan of hoe ze in elkaar zitten. Wat gebeurt er dan met dat individu? Ah, die gaan een beetje denken. In die richting een beetje denken. En in die richting naar daar. En naar daar. Maar hij focust zijn aandacht niet. Omdat hij niet weet wat jij graag wil, wat je verwacht. En omdat hij dat niet weet, gaat hij zich ook niet echt verbinden aan zo'n idee en dat ook niet ver uitwerken. De kans dat daar iets mee gaat gebeuren is gewoon te klein. En dus krijg je van die ideeflartjes die niet uitgewerkt zijn en waarvoor ook niemand verantwoordelijkheid wil opnemen op het einde van de rit. Als je dan vraagt van wie wil dat doen? Niemand wil dat doen. Okay. Wat wil je eigenlijk doen? Eigenlijk wil je een hele duidelijke visie gaan organiseren. Gaan opstellen en zeggen van, mannen, dit zijn wij als organisatie. Ja? Daar staan wij voor en daar willen wij naartoe. Dat is het pad, grosso modo, dat wij hebben beslist vanuit onze leiderschapsschool, dat dat de richting is. Dus al die dingen daarnaast, daar hoef je niet mee bezig te zijn. Spendeer de beperkte tijd en middelen die je hebt en energie alleen maar aan die scope. En wat je vervolgens zal zien, is dat mensen veel doelgerichter gaan kunnen nadenken, veel doelgerichter met oplossingen afkomen en dat die oplossingen ook veel verder uitgewerkt zullen zijn. En als je dan gaat vragen wie wil dit realiseren, dan is de kans veel groter dat de mensen die daarmee afgekomen zijn ook wat dat werkt gaan zeggen van oké, ik wil dat dan meetrekken of ik wil daar op zijn minst mee aanwerken. Professor Neil Anderson heeft daar onderzoek naar gedaan en zijn bevinding was dat, zoals je hier ziet, een gedeelde visie de beste voorspeller is voor innovatie. Dus als je dat nog niet hebt op organisatieniveau, of te weinig, of dat is bij de mensen nog niet goed genoeg gekend, dan is dat het eerste waar je op moet beginnen werken. Ja? Creëer die heldere en ambitieuze toekomstvisie waar mensen zich achter kunnen scharen. Dat zal zorgen dat de neuzen in dezelfde richting gaan en dat de ideeën die je op je bureau gaat krijgen beter gaan zijn, dat die meer connectie gaan hebben met waar jullie als leiderschapsteam naartoe willen. En de slaagpercentage gaat veel hoger zijn. Nu, vervolgens kom je dan, als je die visie hebt gecreëerd, ga je komen in de idee-creatiefase. En zoals Mario Andretti zegt, dit is een beetje hoe het moet voelen. Dit moet voelen als een crazy rollercoaster ride. Als alles onder controle lijkt, dan ga je gewoon niet hard genoeg. Je moet hier een beetje schrik krijgen. En dat is ook jullie taak als leiders dan, om dit aan te moedigen. Want mensen doen dit niet vanzelf. Mensen hebben schrik van schrik. En van onzekerheid, en van snelheid, en van uit de bocht vliegen. Maar tegelijkertijd is dat wat je moet creëren. Jouw taak als leider, leidinggevende, in de front-end van innovatie en mensen, is om hier een ideeënlaboratorium te creëren. Ja? En een laboratorium, dat weten jullie, daar wordt geëxperimenteerd. En experimenteren, dat betekent dat je zal falen. Je zal meer falen dan dat je zal slagen. Mensen gaan dat niet vanzelf doen. Die hebben van jullie die veiligheid en die push nodig. Dus jullie taak wordt het om te zeggen, mensen, dit is hier. Op dit moment zijn we niet in operations. We zijn nu in het laboratorium. En als het hier vandaag niet een paar keer ontploft,
dan ben je niet hard genoeg aan het gaan. Ja. Iemand die dat heel goed begrepen had, was Frank van Massenhoven. Die zei van, kijk, als ik zie dat mensen iets proberen, iets ondernemen en dat lukt, dan ga ik hen feliciteren. En op die manier hen ook bemoedigen om dat vaker te doen. Maar indien het niet lukt, dan ga ik niet hen de schuld daarvan geven. Dan ga ik zeggen, dat is perfect, je hebt dat goed gedaan. Wij hebben een foute beslissing genomen. Ja. En zo neem je de druk van die mensen in hun schouders en ga ervoor zorgen dat ze dat vaker durven proberen. Nu, als je dat op een gegeven moment genoeg gedaan hebt, dan ga je op een gegeven moment ook meer ideeën op je bureau beginnen krijgen. Hè. En dan moet je dus beslissen, want je gaat op een gegeven moment niet meer alles kunnen doen. En dat is niet zo eenvoudig. En je ziet het hier al staan. Wat we doorgaans foutief doen, vanuit onze operationele reflex, is snel beslissen, snel knopen doorhakken. Daar zijn wij als leiders goed in. Nou, maar dat is nefast voor creativiteit en innovatie. Wanneer je in creativiteit en innovatie snel beslist, dan gaat dat ons angstmechanisme bevorderen, ja, en onze creativity bias ook. En dat zorgt ervoor dat we eigenlijk stevast, door snel te beslissen, veiligere ideeën gaan overhouden. En de meer risicovolle ideeën aan de kant laten. Zelfs wanneer wij heel actief en heel bewust vragen om innovatie, gaan we dat toch niet effectief doen. Goed. De tip is dus, leer langzaam beslissen. Ja? Wanneer mensen met een idee komen, dan bedank je hen voor dat idee. Maar op dat moment geef je geen feedback. En je neemt geen beslissing. Het enige wat je doet is een afspraak maken. Maximaal 2 weken later. Het mag ook niet te langzaam zijn. Maximaal 2 weken later. En 2 weken later, dan pas ga je hen feedback geven. En wat je zal zien is, wanneer het mentale stof wat gaan liggen is, dat je ook die meer risicovolle ideeën beter naar waarde kan schatten. En op die manier zal je ook wat meer creatieve, originele ideeën durven laten passeren en daarvoor kiezen. En word je dus als organisatie innovatief. Ja, hier, ik ben wat te snel geweest met mijn uitleg. Dus belangrijk is om die creativity bias te vermijden. Het is een stukje ingebakken in ons. Zelfs wanneer we expliciet vragen om innovatieve ideeën, weten we dat leiders, wanneer ze dan 10 ideeën krijgen, stevast kiezen voor die minst innovatieve, minst risicovolle ideeën. En dat wil je niet. Je wil onafhankelijk van het risico op dat moment durven kiezen voor wat echt het beste idee is. En wanneer je dan op een gegeven moment gaat selecteren, zal je dus ook vaker nee moeten beginnen zeggen. Maar hoe doe je dat dan? Nee zeggen zonder mensen te demotiveren en zonder heel die machine die je nu hebt opgesteld, zonder daar een stok in de wiel te gaan steken. Wel, alles heeft daar te maken met de manier van feedback geven. Leer op een constructieve manier feedback geven. En dat betekent, op dit moment merk je dat heel veel mensen bij feedback toch nog voornamelijk denken aan zeggen wat er allemaal niet goed was. En dat is ook een onderdeel van feedback. Maar eigenlijk het minst belangrijk. Het belangrijkste element van feedback is ook benadrukken wat er wel goed was aan een idee. En in de verhouding zou dat eigenlijk zelfs groter moeten zijn dan wat je meegeeft dat te verbeteren is. Een minimale verhouding zou naar het schijnt zijn 3-1. Men spreekt wel eens over de feedback sandwich. Ik vind dat een beetje geforceerd. En het is trouwens nog altijd te weinig, want het is maar 2-1. Algemeen is het advies, focus veel meer op wat mensen goed doen en expliciteer dat ook. Ja. Zeg dat wanneer je ziet dat mensen iets goed doen. Dan geeft jou op een gegeven moment krediet om ook te kunnen zeggen wanneer het niet goed is en wat er anders en beter zou moeten kunnen, zonder dat dat jullie relatie onderuit haalt en zonder dat het creatief zelfvertrouwen van uw medewerker gaat schaden. Voilà. En zo komen we bij het volledige Romax-model. Je ziet het hier, 9 vakjes. De titeltjes die je ziet zijn de synthese van de 68 parameters die erachter zitten. Maar dat Romax-model gaat je dus in staat stellen als leider om
heel doelgericht te gaan kijken binnen jouw organisatie. Wat doen we al goed? En waar zitten voor ons de punten waar we moeten inzetten en het beter gaan doen? Ja? En zo zie je dat creativiteit en innovatie wel degelijk te managen valt. Nu, stel dat je dat wil gaan doen. Hoe ziet zo'n proces er dan uit? Wel, ik kan alleen maar vertellen hoe wij dat aanpakken. Wat we allereerst doen, is uiteraard een meting gaan doen. We beginnen meestal met een online assessment, om een beetje kwantitatieve gegevens te verzamelen. En vanuit die kwantitatieve gegevens gaan we inzoomen. Want die geven ons wel signalen van hier loopt er iets mis, maar nog niet waarom. En dat doen we aan de hand van diepte-interviews. Vanuit die analyse gaan we vervolgens een roadmap opmaken voor change. En waar denken we dat er moet ingezet worden en hoe zou dat idealiter gebeuren. En vervolgens het grootste stuk is de uitrol van dat change-verhaal. Weet dat op het einde van de rit kan je nog eens een nameting gaan doen om te kijken, hebben onze trainingen en ons advies en onze begeleidingen die we gedaan hebben, hebben die het juiste effect gehad? Weet dat de totale duurtijd van zo'n proces minimaal ongeveer 2 jaar duurt. Cultuur is iets dat heel langzaam verandert. Dat ga je niet veranderen met 1 workshopje. Dat kost tijd en middelen uiteraard, maar je moet het vooral ook volhouden. Dat betekent niet dat je niet al snel een resultaat gaat zien. Na enkele maanden zie je al resultaat, absoluut. Maar om die dingen te verankeren in een cultuur die blijft, dan moet je toch ongeveer een 2-tal jaar rekenen. En wat krijg je dan? Wel, de voordelen van medewerkergedreven innovatie nog eens op een rijtje gezet. Je gaat optimaal gebruik maken van die interne expertise. Die organisaties zitten ongetwijfeld vol met hele knappe koppen. Gebruik die knappe koppen dan ook. Wat we weten is dat wanneer je aan je medewerkers vraagt om mee na te denken over de toekomst van je organisatie, dat het employee engagement verhoogt. Ik denk dat op dit moment binnen de zorg een heel belangrijk punt is. Hè. Mensen zijn moeilijk te vinden, je wil ze absoluut aan je binden. En die employee engagement is cruciaal. Dus laat ze meebouwen aan die organisatie. Wat we ook zien is dat het entrepreneurship stimuleert. Namelijk mensen die zelf aan die ideeën hebben gewerkt, zijn veel meer gedreven om die ideeën vervolgens zelf ook te willen gaan uitvoeren en implementeren. En tenslotte, aangezien het geen ideeën van buitenaf zijn, maar van eigen collega's, zie je dat het draagvlak voor change, superbelangrijke, enorm gaat stijgen. We weten op een klassieke change manier dat ongeveer 60% van alle change-initiatieven faalt door dit gebrek aan draagvlak. En daar is medewerkergedreven innovatie uniek. Er is geen enkele methode die meer draagvlak creëert dan deze. En als je nu toch een vrij analytisch persoon bent en iets meer van de finance kant en zegt, ja, Pieter, dat zal allemaal wel, maar levert mij dat ook werkelijk iets op? Ja hoor. Francis Bowen, professor aan de University of London, heeft ook daar onderzoek naar gedaan. En duidelijk ontdekt, ja, bedrijven die inzetten op innovatie halen financieel betere resultaten dan bedrijven in hun sector, vergelijkbare bedrijven die dat niet doen, op voorwaarde dat er een innovatiecultuur is binnen dat bedrijf. Ja, dus enkel een innovatie aankopen, dat gaat niet voor betere resultaten leiden. Het gaat erover om die cultuur eerst te installeren. En dan zal je zorgen dat, ze schermt met cijfers van 30-40% betere resultaten dan vergelijkbare sectorgenoten. Dat is toch al wel wat. Hè? Van. En dan dat boek. Hè. Stel je dat je zegt van, goh, dit vind ik leuk. Dit was natuurlijk maar een paar elementen. Stel dat je zegt, dit vind ik leuk. Pieter, ik wil zo'n boek. Wel, schrijf dan nu in de chat de titel van Tanker naar Speedboat. De 5 mensen die dat als eerste gedaan hebben, die krijgen van mij een exemplaar toegestuurd. Stel dat je te laat bent. We zitten aan de tweede druk, maar er zijn nog exemplaren te koop. Voilà. Eens even kijken.
En dan ga ik dat scherm delen even stoppen. En eens even kijken. Ha, oké, ik zie dat er al heel wat mensen van Tanker naar Speedboat hebben ingetikt. Dankjewel. Voilà, dus de eerste mensen die ik dadelijk in de chat ga zien. Ik zie al Pieter Stragier, Ingrid Koremans, Eveline de Smet, Corion Magali en Veerle Coupé. Dat zullen ze worden, denk ik, hè, als ik mij niet vergis. Ja. Ik ga nu eens even terugscrollen door de chat. Stel dat er nog vragen zijn, tik die nog gerust even in. Ik denk dat ik heb nog wel een half uurtje om vragen te beantwoorden, dus dat kunnen we zeker nog doen. Ingrid Koremans zie ik hier als eerste, die heeft een vraag gesteld. Pieter, kan je ons uitleggen waarom je intrinsieke motivatie als een aangeboren creatieve eigenschap omschrijft? Denk dat je door te werken aan autonomie, competentie en verbondenheid heel erg aan intrinsieke motivatie kan werken. Ja, ik zeg niet dat er niet aan kan gewerkt worden, maar het is zo dat we weten dat intrinsieke motivatie in functie van creativiteit en innovatie, hè, dus de intrinsieke motivatie om dingen op een andere, nieuwe, betere manier te doen, dat die voor een stuk is aangeboren. Betekent dat, stel dat, hè, dus sommige mensen daar meer van, hè, doen dat van nature, hebben die reflex in zich, en sommige mensen hebben dat gewoon wat minder. Betekent dat als jij dat wat minder hebt, dat je dat niet gaat kunnen? Nee, absoluut. Hè. Alleen zal het jou altijd net iets meer moeite kosten. En stel dat je een team hebt die in het verleden zo geselecteerd is dat ze dat op dit moment minder hebben, wel, dan zal je als leidinggevende bijvoorbeeld daar wat meer accent op moeten leggen, mensen zich daar wat meer bewust van moeten maken, meer impulsen gaan moeten geven om dezelfde outputs te hebben rondom intrinsieke motivatie in creativiteit en innovatie. Tweede vraag, wat is voicing behavior? Wel, voicing behavior is de reflex om wanneer je een idee bedenkt, om dat ook luidop te kunnen zeggen, hè, om dat ook op een goede manier te kunnen verwoorden. Voilà. Dat is dat. Proces in gang steken. Oké, prachtig model, dankjewel. Employee engagement, absoluut. Voilà. Zijn er nog vragen hier op het einde? Waar kunnen we het boek kopen, zie ik nog. Oh, een heel belangrijke vraag. In alle couranten, online boekenwinkels of fysieke boekenwinkels. Het is uitgegeven bij Lano Campus, dus op hun website kan je het kopen. Het staat ook op managementboek.nl bijvoorbeeld. Bij de standaard boekhandel kan je bestellen. Overal, het is overal beantwoord. Voilà. Is er nog iemand die vragen heeft op dit moment? Tik het gerust nog in. Heel goede sessie, dankjewel Joop. Blij dat je het interessant vond. Als er geen vragen meer zijn op dit moment, dan denk ik dat we het langzaam kunnen afronden. Hè? Nou, bedankt voor de fijne feedback. Laat gerust weten wat je ervan vond. Mocht jullie nog meer vragen hebben, dan kan je mij altijd bereiken via onze website. Oké? Ah, hoe krijg je de mensen in de top 5 in het boek doorgestuurd? Wel, ik ga dadelijk even contact met jullie opnemen via het platform. Als je mij daar eventjes je contactgegevens kan aanleveren, de eerste 5, dan krijgen jullie van mij het boek toegestuurd. Oké. Heel erg bedankt allemaal. Ik wens jullie heel veel succes met de creativiteit en innovatie binnen jullie organisatie.